Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bingel, Stichter Tuinmeubelen, Paul en Paul en Frans Metz de Bedderij. Goedendag dames en heren, welkom bij FC Rijnmond. We zijn er met Benny Wijnstekers. Leuk dat je er bent. Ja. Sinclair Bisschop is er en Thomas Verhaar. We hebben veel te bespreken, want het was een spannend voetbalweekend, Ben. Waarbij je toch vooraf een beetje het gevoel had, ongeacht wat Feyenoord doet, maakt niet uit, qua stemming. Nee, dat zat er ook. Die eerste helft leek het ook een beetje erop, hè? Een beetje gelaten. Het was helemaal niks, Ben. Nee, gelaten. Ja, een beetje gelaten vond ik. Het publiek was niet echt nog in vorm. Maar ja, PSV speelde ook heel goed, vond ik. En gelukkig tweede helft, toen waren we er weer met z'n allen. Ja, op wat voor manier tilde het legioen die ploeg op toen ze opkwamen gisteren in het stadion? Ja, geweldig met de finale. Oh. En ja, heel veel van die supporters konden er natuurlijk niet bij zijn in Marseille. Die hebben of thuis of op pleinen in Nederland natuurlijk gezien die prachtige prestatie van Feyenoord. En ja, dan is het wel mooi die interactie tijdens de warming-up al. Tussen spelers en na afloop, hè? Na afloop bleven we heel veel supporters nog zitten. Maar dat kwam ook denk ik door die late 2-2, ja. Waardoor die Kuip weer explodeerde. Ja, het is de voorlaatste wedstrijd, hè? Ik bedoel, het is ook de weinige keren dat ze misschien sommige spelers nog live in actie kunnen zien in het Feyenoord shirt. En wat ik ook weer zo typisch Feyenoord vond, was na dik een half uur 0-2 achterstand. En dat stadion ging even tekeer. Ja, die ging even achter staan. Ja, die ging roepen finale en Tirana. Dus dat was wel eventjes laten zien. Aan PSV, maar ook aan de supporters van PSV. Joh, wij hebben lekker de finale gehaald en jullie niks. Nee, dus ja. Dat was even een beetje pesterij. Ja, terecht punt voor Feyenoord gisteren tegen PSV, Thomas? Nou, uiteindelijk wel. In de tweede helft werd Feyenoord wel een stuk beter. En hadden ze nog, voor mij betreft, nog een goaltje meer kunnen maken. Maar PSV ging inzakken in die tweede helft. Ja, Feyenoord deed ook tactisch wat anders. Dus daardoor kregen ze wat meer grip op PSV en kwamen ze zelf ook beter aan het voetballen eigenlijk. Ja, gefeliciteerd met je transfer trouwens. Ja, thanks. Ja, je gaat naar VOC in de zondag hoofdklasse samen met je broers te spelen, Felix en Wesley. Ja, Wessel. Wessel? Ja, ja. Oh, we noemen hem zelf ook altijd Wesley om een beetje te pesten, maar hij is Wessel, ja. Nee, hartstikke leuk. Weer terug naar mijn oude club en dit is wel gewoon weer een beetje afbouw eigenlijk. Ja. Ja, je zal misschien wel een beetje te goed zijn ook voor die zondaghoofdklasse, of niet? Ja, ik hoop het, maar ik kan niks beloven. Nee, het is gewoon leuk om weer echt voor mijn plezier te gaan voetballen. En dat prestatie blijft natuurlijk belangrijk op het moment dat we op het veld staan, maar buiten het veld niet meer. Ja, en nu je dat wat gaat opbouwen, kan je fulltime bij Excelsior aan de gang, hè, als assistent trainer. Dan heb je daar je handen wat meer voor vrij. Dan ja, dat was de grootste reden waarom ik bij AFC ging stoppen. Ja, precies. Had Feyenoord gisteren nou zowaar een arbitrage gelukje? Of was het gewoon een strafschop? Even terugkomen wat jij net over had. Over die wissels natuurlijk. Feyenoord verandert natuurlijk wel gelijk drie spelers wisselen. Dat is natuurlijk ook weer tactisch gewoon heel goed gezien. Hè? En we weten wel dat Walmarken vaak invalbeurten dat toch een beetje twijfelachtig was. Maar gisteren pakte het wel goed uit. En het is ook heel gek dat een trainer ook op een gegeven moment Senesi en Traum eruit halen. Dat zijn echt de basis van Feyenoord. Om meer snelheid. Of hij dacht van het is klaar. Dat is nog niet, heb slot nog niet echt eerlijk op geantwoord, denk ik. Maar of hij dacht van hij zei dat hij meer voetbal vanaf thuis. Hij wilde snelheid brengen. Dus het pakte goed uit. Dus dat was wel mooi. En in het begin, weet je, nog een paar maanden geleden, waren we allemaal aan het klagen over de reservebank van Feyenoord, dat we weinig goede reserves hadden. Maar ik heb even het lijstje gezien. We hebben een stuk of 6-7 gewoon goede gasten op de bank zitten nu. En dan zit Walmarken, Linssen, twee Hendricks, Jan Baks, Linssen zelfs ook nog reserve, Sandler nu. Dus op dat gebied heb natuurlijk Feyenoord wel heel veel stappen gemaakt. Ja, toch wel breder dan dat we al die tijd dachten. Maar ik begon eigenlijk even over die pingel. Ik bedoel, had Feyenoord nou geluk? Of, het is geen penalty, maar ja. De KVB vindt dat inmiddels officieel ook. Hè. De KVB heeft vandaag... Valentijn Driessen niet, heb ik gelezen. Oh, dat kan. Ken je die? Ja, dat is natuurlijk heel goed zelfs. Ja. Nee, maar dan krijg je dus, en ik denk dat de discussie meer daarover moet gaan, is dat de regels nu zo verstrikt zijn, dat je dat er op een gegeven moment moet het dan weer 100% zijn, terwijl eigenlijk iedereen kan zien dat het geen penalty is. Dus als Guus Abuyuk zeg maar naar het beeldscherm had gelopen, en dat mag dan weer niet, maar dan had hij misschien wel gedacht van, het is geen penalty. En kijk, nu valt iedereen erover omdat het een beslissend moment is, maar eigenlijk het hele seizoen zien we al zoveel momenten dat je denkt, jongens... Maar wat zegt de KVB dan precies, waarom is het dan precies geen penalty? Nee, ze vinden het wel een penalty, heeft de KVB vandaag gecommuniceerd. Sterker nog, ze zeggen,
Oh, niet hoor ik. Ik dacht wel. Nee, het is geen penalty. Oh, niet. Nee, het was ook geen penalty. Maar dat maakt nee, niet oh, dat, sorry, ja, dat bedoel ik ook. Ja, nee, ik het is een beetje verwarrend. Vond jij het dan wel een penalty? Ik ben vandaag voor gek verklaard dat ik zei dat ik misschien wel... Ik vind dat die Mauro Junior, geloof ik, was... Ja, hij draait die draait zich weg en... Ontneemt een scoringskans. Hij ziet de bal niet meer en zijn arm is wel een klein beetje van zijn lichaam af. Dus ik dacht, ja, weet je, we zaten hier een paar weken geleden over Adil Alazar tegen Ajax. Toen zeiden we ook gewoon, ja, het is gewoon niet slim van hem om je arm daar te doen. En als hij er tegenaan komt, is de penalty. Nou, maar is nu toch hij draait ook zijn lichaam, hij gaat helemaal lichaam. Dus maar, automatisch maar, ga je arm omhoog. Het is denk ik geen 100% penalty. Ik denk dat als je 100 mensen het vraagt, dat misschien wel 90 zeggen het is geen penalty, maar 10 wel. En dat is dus de reden dat ook de VAR niet mag ingrijpen. En daar moet je misschien vanaf. Want inderdaad, er is altijd ruimte om toch de discussie op te werpen van die bal had misschien naar de kruising gegaan. Ja, voor de duidelijkheid, de KNVB heeft vandaag gecommuniceerd dat de VAR had moeten ingrijpen. Had tegen Kuzebue moeten zeggen, ga even zelf kijken nog aan de zijkant. Dat is allemaal nee, net want gebeurd. Dat mag niet, ja, tuurlijk bij deze bal. Ja, als zij dus vinden dat het absoluut geen penalty is, dan als het VAR dat vindt. Maar wat zo opmerkelijk was, Ben, dat Kuzebue floot helemaal niet meteen voor een strafschop. Hij leek min of meer geïmponeerd van de klagende Feyenoord-spelers. Misschien nog een beetje boos op Roger Schmidt met het moment ervoor. Ja, dat maar goed, even... ja, zou dat mee te maken kunnen hebben? Nee, ja, kan ik me niet voorstellen. Maar dat zou niet, kunnen. Maar kijk, als je dus... als je ziet dat PSV, heb je natuurlijk ook zelf een beetje naartoe gebracht. Als je op een gegeven moment dat incident met Roger Schmidt is natuurlijk... Kijk, we hebben een keer gehad met was bij Fortuna uit dat Arne Slot die vindt die bal, maar die zag al lang dat die grensrechter vervaardigd was. Dus die houdt die bal, maar goed, dan krijg je even zo'n. Maar hij schiet gewoon. Malaas wil die bal pakken en hij schiet hem gewoon weg 10 meter. Dus dan krijg je dat is lekker, want dan gaat het publiek nog meer te keren. En dan krijg je natuurlijk ook wel dat daardoor ook wel dingen kunnen veranderen. Ja, ja. De trainer van Feyenoord, Arne Slot, ook maar even gevraagd. Vond hij het nou een strafschop of niet? Maar ik kan me de frustratie van de tegenstander wel heel goed voorstellen. Ten meer omdat ik het zelf ook al een aantal keren heb meegemaakt in grote wedstrijden. Tegelijkertijd, als het daar nu in deze persconferentie constant over zou gaan, zou ik wel vinden dat onze tweede helft heel erg tekort gedaan wordt. Omdat we, en je komt straks vast nog bij de eerste helft, maar in de tweede helft voldoende kansen hebben gehad om al eerder goals te maken. Met terugwerkende kracht, heb je spijt dat je met dezelfde elf bent begonnen als in Marseille? Nee, want dan zou je de tegenstander veel tekort doen. Wij hebben al zo vaak aangetoond dat we dat kunnen. En vandaag was ook niet alleen of ze nou wel of niet vermoeid zijn. Als ze vermoeid waren, hadden we op het eind van de wedstrijd, toen er toch nog minimaal 6 spelers in stonden die afgelopen wedstrijd ook hebben moeten spelen, hadden we niet zo terug kunnen komen. Dus PSV speelde gewoon heel erg goed de eerste helft. Ja, maar Thomas, hoe logisch vond jij het nou dat Slot wel gewoon met zijn normale basiself begon na die slijtageslag in Marseille? Nou, wat hij zegt... Klopt denk ik wel gedeeltelijk, dat als ze echt vermoeid zouden zijn, dat je dan niet zo'n tweede helft kan spelen. Maar je zag wel dat er bepaalde jongens waren die er gewoon wat meer last hadden dan de andere jongens. Dus ergens niet helemaal logisch. Maar ik begrijp wel dat je als topvoetballer en ook zeg maar, als jonge topvoetballer, als bijvoorbeeld over Kuksu hebben, dan is dit ook iets wat je moet leren. Want je gaat gewoon veel wedstrijden spelen. Wat zal Kuksu gisteren hebben geleerd, want alles mislukte bij hem. Ja, zulke wedstrijden heb ik ook regelmatig gespeeld. Ja, dat zit er wel eens tussen. En gelukkig heeft hij over het algemeen wel laten zien dat hij meer dan goed genoeg is. Ja, die stap als ze dadelijk in het buitenland bij een echte topclub gaan spelen, ja, dan moet je er ook mee om kunnen gaan. Natuurlijk ook mentaal, hè, is er veel op die club afgekomen vanaf... het moment dat donderdag het eindsignaal er was, dat Feyenoord die finale haalde. Dus ja, aan de ene kant kan je begrijpen, want tegen Fortuna vorige week ging het wel goed met diezelfde elf. Nou, ook een moeilijke, zware wedstrijd toen thuis tegen Marseille. Maar goed, nu als je in Marseille zag hoe Kuktu in de blessuretijd al eigenlijk niet verder kon. Als verlenger was geweest, dan had hij niet eens meer verder gekund. Ja, en meerdere jongens, maar... Maar gewoon normaal, als je hebt gevoetbald, dan weet je dat je het lekker vindt om zondag te spelen en normaal op woensdag. Dat is best een leuk ritme, maar als het goed gaat, dan heb je daar niet zoveel last van. Tot op het moment dat het dan, zoals nu, dat je achterkomt, dan zal het ook mentaal natuurlijk een geval zijn. Nou, dat zei Cyril Dessers na aflopen. Ja. Meer last van mentale vermoeidheid dan lichamelijk. Ja. Wat kunnen jullie daar als voetballers je daarbij voorstellen? Nou, wel als je dus op een gegeven moment door een geweldig PSV, daar moet ik ook eerlijk in zijn, die speelt Feyenoord toch een beetje weg. En dan loop je steeds achteraan en dan word je eigenlijk nog vermoeider. En dan gaat het ook natuurlijk hier zitten van, goh, als het maar geen 2-3-0 of 4-0 wordt, dan gaat het allemaal maar meespelen. Ja, het was een geweldig PSV en dat kwam ook omdat vlak daarvoor natuurlijk PSV zo'n boost kreeg omdat Ajax gelijk had gespeeld. Maar bijna al die mooie aanvallen van PSV kwam echt van echt klungig balverlies van Feyenoord met Kuktu, maar ook met Dessers verkeerde aanname. En dan stond Feyenoord verkeerd. Dat komt natuurlijk wel ergens uit voort. En dat was vooral omdat PSV gewoon echt veel grip had op Feyenoord. En Feyenoord
niet op PSV. En daar zit denk ik een tactisch element in. En als je het hebt over mentale vermoeidheid, dan kan ik me daar ook heel goed in verplaatsen. Ik bedoel, je hebt tegenwoordig van die trekkers. En ik dacht soms, als ik meerdere wedstrijden in een week speelde, dat ik niet vooruit kwam. En dan bleek in die trekkers dat dat wel zo was. Alleen in je hoofd maak je zelf wijs dat je vermoeid bent. Trekkers is dat soort datasystemen? Ja, die houden bij hoeveel je loopt en hoe hard je loopt en zulke soort dingen. Dus ik kan me wel voorstellen, zeker als je en geen grip hebt op de tegenstander en je hebt daarvoor een finale gehaald, misschien nog een klein feestje gehad. Ja. En je hebt, ja, dus, gereisd. Ja, dus, ja, ja dus, want er is ook, kijk, je speelt donderdagavond. Nou, je ligt op je bed, je slaapt misschien een uur of drie. Hè, want voor de rest, je kan niet slapen. Dan moet je de volgende ochtend moet je dus gaan reizen. Dan kom je op Varken nooit aan. Dan ga je daar een beetje uitlopen, een beetje verzorging. Dan krijg je de volgende dag, dan ga je niet meer goed trainen. Want dan ga je weer werken naar die zondag toe. Dan ga je wat vrije schop oefenen, wat corners, standaard situatie oefenen. Dus je hebt helemaal geen tijd om je heel goed te herstellen in je training. Ja. Ten opzichte van de andere clubs die dan gewoon een hele week naar deze zondag hebben kunnen werken. Zo is het. Hey, we hadden het over Dessers. Hij maakte er weer 2 gisteren, Ben. Hij heeft er 8 gemaakt in de competitie. Hij heeft er 10 gemaakt in de Conference League. Is het wat jou betreft nou een topspits? Of is het een speler bij wie het nu gewoon even een tijdje heel erg mee zit? Nou, ik vind het een topspits. En dat bedoel ik zo. Kijk, ik weet heus wel, hij weet zelf ook wel wat zijn tekortkomingen zijn. Maar ik denk als je. Wat zijn die? Nee, goed. Als je dus ziet hoe zijn spel. Hij is altijd gevaarlijk in het strafschopgebied. Hij is er altijd. Hij maakt de acties. Hij kan links schieten, rechts schieten. En je maakt niet voor niks zoveel doelpunten in die Conference League. Dus ik vind het een goede spits. En ik weet wel, er zijn mensen die zijn wat kritisch op hem. En dat is helemaal niet erg. We hebben het er wel over gehad. We hebben spitsen. Ga ze maar na. Weghorst, nou, is ook een keiharde werker. Die andere weet die... Bas Dost, harde werker. Maar hij is ook gewoon een harde werker. En er gebeurt wat. Het publiek is helemaal gek van hem. Dus ik vind als Feyenoord zou hem heel graag willen houden en willen kopen. Nou ja, hij overtreft Thomas alle verwachtingen. Zoveel is duidelijk. Maar denk jij dat hij in staat is om dit volgend jaar en misschien een jaar daarna nog een keer te laten zien? Ja, denk ik wel. Ik denk dat hij een spits is die redelijk opportunistisch is. Dus ja. Hij doet soms geweldige dingen. Hij scoort makkelijk. Maar soms denk je ook van ja... Wat doet hij nou? En op het moment dat zo'n jongen op een goede plek zit. Zoals bij Feyenoord, zoals bij Heracles. Bij NAC heeft hij dat ook al gehad. Dan gaat hij dus presteren. En als hij op een plek zit waar dat niet zo is. Dan lijkt het inderdaad nergens op. Dus ik denk dat hij nu gewoon op de juiste plek zit. En, met het spelsysteem dat Feyenoord speelt. En met deze trainer denk ik dat hij op zijn plek is. Hij mag zijn shirtje niet meer wegdoen, hè? Nee, de rugnummers 3 zijn op bij Feyenoord. Ja, klopt. Ja, nee, ja dat is waar. Er zijn zoveel shirtjes verkocht met 33 en met 3 voor Geertruida. Dat zowel de materiaalman als in de fanshops zijn de nummers 3 op. Heel gek wat jij zegt. Ik ging zaterdag, moest ik een shirt voor Dessers halen. Waar haalde jij mee? Bij Feyenoord nummer 5. Ah, fijn. Er waren ook heel weinig te krijgen op een gegeven moment. Nee, maar ik had toevallig zalig, moest ik voor iemand een shirt halen, 33. En ik heb wel de naam erop kunnen zetten, maar het nummer was niet voorradig. Nee. Bizar, hè? Nee. Ja, mooi. Maar toch nog eventjes doorgaan dan op die voorhoede bij Feyenoord. Dat Linse weggaat, ja, die kans is wel aannemelijk. Hè? Serieuze interesse vanuit Japan. Nou, Dessers wel of niet 4 miljoen gaat Feyenoord ervoor over hebben. Gaan we de komende tijd weten. Thomas, jij zit bij dat Excelsior. Ik zit me de laatste tijd toch af te vragen. Waarom moet Feyenoord het niet gewoon proberen met die Thijs Dallinga? Ja, ja. Goeie vraag. Nee, ik vind Thijs een supergoeie speler en ook veelbelovend. En hij toont aan dat hij heel makkelijk leert en zich makkelijk aanpast. Denk je dat hij het zou willen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar dat zou je hem eigenlijk zelf ja, niet dat vragen. Weet ik. Maar ja, nee. Kijk, het probleem is bij zulke soort spelers die nu bij Excelsior goed presteren. Je weet nooit of ze dat op niveau van Feyenoord ook kunnen. Want dat is gewoon best wel moeilijk in te schatten. Maar op het moment dat hij nu een stap maakt en hij gaat het daar ook goed doen, dan is hij niet meer te halen voor Feyenoord. Dus, nee. Ja, en die voorbeelden zijn er. Ja, die voorbeelden zijn er. Dus zou het weer goed zijn als Feyenoord wel gewoon in die keukenkampioendivisie dat ze hem kunnen halen. En als hij dan buiten de boot zou vallen in de voorbereiding, dat hij dan in ieder geval aan zijn minuten komt. Want... Ja, maar dat is voor nu niet actueel, Sinclair. Nee, Feyenoord dus, speelt niet in de eerste divisie. Ik zie hem nog niet als volgend jaar eerste spits. En nee. Dan... Als breekijzer op maar 5 minuutjes, daar maak je die jongen natuurlijk ook niet blij mee. Dus als je hem zou contracteren, dan zou je hem wel weer moeten verhuren. Ja, ik weet dus niet of je hem daar niet blij mee maakt. Ik zie hem niet als breekijzer. Nee, daarom. Dus is jongen te technisch voor. Maar, dus maar zie je hem dan wel als eerste spits? Nee, niet als Dessers staat. En dan zou het best wel voor hem moeilijk worden. Als je zo'n jongen had, hou hem toch ook op voor de langere termijn. Dus dan... Net zoals Bozeniek, mooi die ze dan verhuren en dan zie je of die aan kan. Ja, en Bozeniek heeft wel aardig wat kansen gehad al, waarbij je kan afvragen of dat echt wat gaat worden voor Feyenoord uiteindelijk. Ja. Ja, want die keert ook weer terug, hè? Maar zou Dallinga ook het niet gewoon heerlijk vinden, ook al zou die tweede spits zijn, misschien wel 2 jaar lang, om dan wel lekker te trainen onder Robin van Persie?
ik zou die bagage toch maar even meenemen. Als ik hem ja, en ik denk ook, als je kijkt naar de hoeveelheid werk die hij stopt in het verdedigen. Dus als we bij Excelsior de bal niet hebben, dan zou die in dat opzicht wel bij Feyenoord passen. Ja. Het meest ideale zou zijn als Excelsior promoveert, Feyenoord hem haalt en nog één jaar bij Excelsior stapt. Ja, dat vind ik nou een goed scenario. We werden jullie ook zo enthousiast van de invalbeurt van Philip Sandler? Ja. Ik denk dat die jongen, ja, vond ik heel goed. Ik vond hem heel comfortabel, hè? Sterk koppen, goede paas. En die jongen heeft wel heel veel pech gehad, heel lang eruit geweest. Dus ik vind wel. Maar Arne Slot had al van tevoren gezegd dat hij hem graag wilde zien even. Maar ja, nu in deze situatie had je het niet verwacht, omdat we stonden achter. En dat dacht je niet dat je trouwens Rens Nees zou vervangen. Maar hij komt wel goed over, vind ik. Zeker. Ja. Ja, we hebben ook even gesproken na afloop. Hij heeft inderdaad, Ben zegt dat terecht, natuurlijk een wat lastige tijd gehad in zijn eerste maanden bij Feyenoord met dat blessureleed. Ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat het makkelijk was geweest. Alleen, ik ben echt onwijs goed ontvangen door de boys en door de staf. Eigenlijk door de hele club. Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin gehad en ik denk dat dat ook heeft geholpen in mijn herstel. Of het te lang heeft geduurd voor mij, ik was daar helemaal niet mee bezig. Ik probeer gewoon, ik probeerde gewoon zoveel mogelijk trainingen mee te doen. En het is nu mooi dat ik mijn debuut heb mogen maken. Want hoe fit ben je? Zou je ook een hele wedstrijd aan kunnen? Op dit moment nog niet. Maar we bouwen het gewoon rustig op en hopelijk... mag ik zo snel mogelijk weer spelen. Ja, nou ja, dat zou misschien wel de komende twee wedstrijden toch kunnen. Want Feyenoord is verzekerd van die derde plaats. Ik bedoel, hoe gaat Feyenoord die komende twee nog aanvliegen, denk je, Sinclair? Ja, Arne Slot zei er al over dat hij sowieso volgende week, zondag tegen Twente, wil hij wel weer zoveel mogelijk met zijn vertrouwde elf spelen. Maar nu gaat die spelers de kans geven. En dat moet ook wel. Bijvoorbeeld Malasia geschorst. Nou, dan zou Hendricks, die denk ik toch wel gisteren teleurgesteld was dat hij niet centraal achterin mocht spelen in plaats van Sandler. Die zou dan linksback kunnen nog wat meer wijzigingen. Misschien wel alle elf. Gewisseld, want al die wisselspelers, hè, en dan wil je Wallenmark van het begin af aan zien. Ja. Want Feyenoord is toch al sowieso derde. En daarna Feyenoord-Twente, laatste wedstrijd. En daarna heeft Feyenoord de planning om nog naar Portugal te gaan voor een trainingskamp in de aanloop naar Tirana. En zich zo voor te bereiden daar op die wedstrijd. Oké, maar waarom gaat het dat daar doen en niet gewoon in de zon in Nederland? Nou, er is wat contact geweest ook met Van Bronckhorst, hè, die ooit dat deed in de aanloop naar een bekerfinale. Maar het allerbelangrijkste is denk ik dat heel Rotterdam is nu al helemaal in de ban van die finale. Ik denk dat het voor de rust wel goed is als je in alle rust je kan voorbereiden en niet eigenlijk continu of je naar de bakker loopt of waar dan ook geconfronteerd wordt met supporters. Dat is toch heerlijk, man? Daar doe je het ervoor. Ja, dat kan, maar je wil ook in alle rust toewerken. Die gekte in Rotterdam die er komt om die te ontvluchten. En er zijn ook allerlei mediamomenten en alles. En dat, het is het plan om dat in ieder geval... Ja, wat je natuurlijk wel mee bewerkstelligt is dat je die spelers en iedereen binnen Feyenoord natuurlijk heel duidelijk maakt van ja, er gaat iets bijzonders gebeuren. Hè? Als je inderdaad op trainingskamp gaat naar Portugal, geloof jij in zulke sentimenten? Nee, ik vind het wel goed dat je daar met elkaar gewoon nog in alle rust toe gaat werken naar die finale. Ja, ja, je hebt ook controle over wat spelers doen. Dus er is natuurlijk heel veel aanleiding om de spelers af te laten leiden op dat moment, want er gaat zoveel gebeuren. En dan ben je gewoon in alle rust daar. Ja, over sentimenten gesproken trouwens. Er heerst ook wel gisteren na afgelopen sentiment bij Feyenoord dat er misschien wel meer in gezeten had dan nu die derde plaats. Hoe sta jij daarin? Ook het afwegen ten opzichte van het PSV dat je gisteren hebt gezien en Ajax eerder al? Nou, daar is Feyenoord toch in het begin te wisselvallig voor geweest. En dat is jammer. Ja, had je misschien... wat ik wel vind van Feyenoord, ze zijn wel... als team natuurlijk veel meer gegroeid. Het is echt ook een vriendenploeg geworden, vind ik. Ja, dat straalt echt uit, hè? Als Linse dan... Kijk, natuurlijk is hij niet tevreden als hij niet speelt, dat moet. Maar hij accepteert het wel. En ze zijn net zo blij voor elkaar. Ik zie het heel gek. Dat is die wedstrijd tegen Marseille, zie je Jan Baks als eerste voor die vlag liggen. Dat klinkt heel gek. Want dat geeft alleen maar aan hoe blij die is en hoe fijn die het vindt. En daarom vind ik het ook voor hem zo jammer dat hij niet echt brengt wat hij is. Maar... dat vind ik wel, dat Feyenoord wel als team met elkaar gewoon accepteert van elkaar. Van als jij niet speelt, speel ik. Dat vind ik wel de verdienste ook van het team en van Slot. Ja, vind jij inderdaad waar Feyenoord nu staat dat het daar hoort? En dat het prima is voor dit seizoen? Ja, denk ik wel. En ik denk dat heel veel mensen dat van tevoren niet hadden verwacht. En de wedstrijden die ze verloren, de meeste dan niet allemaal, die hebben ze ook wel met opgeven hoofd verloren. Dus ze hebben eigenlijk altijd best wel aardig gespeeld. Dus daar zit best wel veel continuïteit in. Dus dat is denk ik het mooiste. En
de bedoeling is dat dat de komende seizoen alleen nog maar tot meer resultaat gaat leiden. Ja, nou dat wordt hartstikke interessant en spannend. Wie blijft er, wie blijft er niet? Ja, hebben we komende zeker. Weken nog wel om ja. daar lekker over verder uit te weiden. Sparta dan boekte de 6e overwinning van dit seizoen. En dat was een hele cruciale, want de concurrentie pakt ook allemaal punten. Sparta staat nu weer even 16e, dus weer even lucht. Wat is er allemaal veranderd bij Sparta de afgelopen 2 weken? Nou, het systeem sowieso. Ja. Dus Marie Stijn is gewoon weer... Maar waarom werkt dat zo goed? Nou, ik vond tegen AZ dat dat niet per se heel goed werkte. Alleen ontregelde ze het spel van AZ net goed genoeg om er nog een puntje aan over te houden. Maar afgelopen weekend tegen Groningen, ik vind vooral de Mijnans op 10. Dus die speelde onder Vrezen vooral aan de zijkant. Hè. Dus als die al speelde. Ja, of niet. Ja. Als buitenste middenvelder, waar hij niet ook best wel aardig deed. Maar nu vind ik hem echt zorgen dat hij creativiteit brengt. Hij brengt veel energie. Dus dat vind ik een mooie vondst. Ja, wat vond je mooier? De goal van Verschuren of de assist voor die goal van Namli, buitenkantje voor links. Ja, was geweldig. Dat was echt geweldig. Prachtig, hè? Maar wat ik denk van Sparta, kijk, natuurlijk ben ik altijd vaak bezig met Feyenoord en dan hoop je wel dat Sparta, kijk, wij zijn bij Feyenoord zijn we best wel een beetje pro-Sparta. Dan wil ik liever naar Sparta kijken, Sparta Feyenoord, als naar PEC Zwolle Feyenoord. Dus ja, dat tuurlijk. Is als eerste. Maar ik denk dat Sparta een tijd gespeeld heeft van nou, het komt wel, een beetje gemakzucht, niks bijzonders, tot ze pas ineens in paniek raakten. Oh, we staan nu ineens haast onderaan. En toen konden ze het niet meer terugdraaien. Ik denk dat ze het een beetje te gemakkelijk over gedacht hebben over heel de wedstrijden en de situatie. Herken je dat? Nou ja, het is natuurlijk een rommelige voorbereiding geweest, dat is het ook door Fraser aangegeven, waarbij spelers weggingen en die niet goed vervangen werden. En uiteindelijk te weinig scorend vermogen. En er zijn dus spelers... En versterkingen die niet rendeerden. Nee, niet rendeerden. En dat is misschien ook wel de les voor Feyenoord voor komende zomer. Dat ja, kijk, je moet het ijzer smeden als het heet is. En bij Feyenoord gaan er dadelijk ook bedragen voor spelers komen. En dan wordt er soms gedacht, we houden spelers aan hun contract. Bij Sparta wilden ze ook bijna alles aan boord houden. Nou goed, Harrowi konden ze niet houden. Voor Lennarty was er bijvoorbeeld belangstelling uit Polen. Smeets kon naar het buitenland. Nou, allemaal werd tegengehouden. Dan heb je toch spelers die ook met teleurstellingen zitten. En het feit dat de spelers niet altijd brengen wat ze het jaar ervoor brachten. Dus ja, Lennarty valt tot nu toe tegen. Ja. Smeets in de winterstop zelfs gratis de deur uit. En zo zijn er ook wel dingen gewoon niet goed gegaan op het kasteel. Okoye wat wisselvalliger dan wat we van hem gewend zijn. Hoewel die stond echt wel weer heel goed te keepen. Geweldig, ja. Bij Groningen van het weekend. Zijn aanstaande club, Watford, is gedegradeerd uit de Premier League. Dat kost Sparta geld, hè? Ja, slecht nieuws voor Sparta. Want tijdens die onderhandelingen was er wel bedongen dat als hij in de Premier League zou keepen en meer dan 70 wedstrijden zou spelen, dat dan Sparta nog 5 ton zou krijgen. Nou kan je zeggen, nou dat kan er altijd. Hè, mochten ze weer terugkomen ooit naar de Premier League. Maar dat zit er voorlopig niet aan. En dat is toch een serieus geld voor Sparta. Ja, ja. Denk je dat die spanning dan wat te hard is voor die Spartanen? Woensdag tegen PEC, zondag Heracles. Ja, echt krankzinnig. Maar ook echt mooie wedstrijden. Dus uiteindelijk wel waar het voor doet. PEC komt voor zijn laatste kans naar Rotterdam. En Sparta die hebben hun laatste kans op gewoon direct lijstbouw. Dus ja, daar ga ik wel even voor zitten. Ja, nou wij met je mee. Aanstaande woensdagavond. Trainer Mauri Stijn over die spanning. Ik heb altijd heel erg moeite met mensen die zeggen van nou ja, die spanning, daar moeten ze maar mee om kunnen gaan. En dat moeten ze maar links laten liggen. Want het zijn grote jongens en ze moeten ervoor betaald en het is hun werk. Nee, spanning is er eenmaal erbij. En ik voel ook spanning tijdens een wedstrijd. Dus ja, logisch dat die spelers, zoals ik wat tegen ze zeg, dat ze niet zomaar in één keer die spanning weg kunnen laten vloeien. Dus dat is onzin. Dus ja, wat je kunt doen is met die jongens het gesprek gaan. Jongens, ja, de spanning is er. Die heb ik, die hebben jullie. Maar ja, als we allemaal onze taken uitvoeren, ja, dan kunnen we in ieder geval elkaar aankijken na de wedstrijd en dan hebben we er alles aan gedaan. En daar moet je altijd op terugvallen. Nou, en dat doen die jongens gewoon. Dus dat is een compliment aan ze. Ja, ik wist niet dat het bestond, maar het bestaat. Het Stijn-effect. Of sla ik nou weer door? Ja, ik weet het. Nee, ja, de ene week is de andere niet. En nu lijkt het weer de goede kant op te gaan. En in dat degradatievoetbal, ja, je weet gewoon nooit waar je aan toe bent. Het zou echt een wonder zijn als Sparta direct gaat redden. Want dan moeten ze de volle map gaan pakken. Ja. En dat is gewoon echt lastig. Maar ja, tot nu toe lijkt er wel best wel positieve golf over Sparta. Je hebt eigen hand natuurlijk. Kijk, en PEC Zwolle is direct, dus die moet je winnen. Kijk, en Heracles heeft natuurlijk afgelopen weekend ook belabberd gespeeld. Dus daar ligt wel een mogelijkheid voor Sparta. Ja, maar ik denk dan ook altijd weer, ja, het was inderdaad zo slecht bij dat Heracles. Die willen misschien zondag voor eigen publiek nog eventjes wat recht zetten. Ja, het nadeel is dat al die clubs dadelijk ploegen treffen. Ik bedoel, de laatste is bijvoorbeeld PEC tegen PSV. Ja, PSV is dadelijk ook gewoon verzekerd van een tweede plaats. En hoeft dan ook niet meer vol. Welke opstellingen worden er neergezet? Feyenoord gaat nu ook met een B-team tegen Go Ahead. Zo. En dus je weet het niet. Dus je moet gewoon voor jezelf uitgaan. En wat hij zegt, probeer gewoon zelf de 6 punten te pakken. En dan zie je wel waar je eindigt. Want ja, anders ben je overgeleverd aan
wat ploegen wel of niet. Ja, en dan kom je misschien wel in de eerste divisie. Daar moet je er helemaal niet aan denken als het om Sparta gaat. De eerste divisie die dit week einde al is afgesloten. FC Dordrecht speelde met 1-1 gelijk bij Jong PSV. Is daarmee 17e geëindigd in de keukenkampioen divisie. Excelsior speelde thuis met 2-2 gelijk tegen NAC Breda. Daardoor is Excelsior 6e geworden. Thomas, jullie gaan de play-offs in. Dit was wel een onnodig gelijk spel tegen NAC, hè? Ja, zeker. Want we speelden gewoon ook sinds een paar wedstrijden waar het wat minder was. En we speelden nu gewoon ook weer goed met veel energie. En we creëerden ontzettend veel kansen. Alleen die verzilverden het niet. En nee. Toen kregen we in de laatste minuut nog de deksel op onze neus. En dat was wel even een teleurstelling, maar... Ja, want anders hadden jullie tegen NAC gespeeld en nu tegen Roda. Ja, klopt. En... Ja, plus je moet nu eerst thuis tegen Roda en daarna uit naar Roda. En ik hoor iedereen bij Excelsior zeggen, dat vinden we maar niks. Ja, maar waarom vinden jullie dat zo nadelig? Nee, ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik bedoel, iedereen roept het hoor. Of je nou eerst uitspeelt of thuis, dat gevoelsmatig zeg je, willen die twee wedstrijden thuis spelen. Maar uiteindelijk maakt het denk ik niet zoveel uit. Ik bedoel, als je kijkt naar Feyenoord tegen Marseille, hebben ze thuis zijn ze op voorsprong gekomen en hebben ze uit gewoon die voorsprong verdedigd. Dus het kan op verschillende manieren en uiteindelijk is het wat het is en kan je er ook niks meer aan veranderen. Moet je gewoon ermee dealen. Ik denk als je tegen NAC moet met een heel veel publiek, dat het veel meer kan spoken als misschien tegen Roda. Ja, daar zit wat in. Zeker. En jullie hebben al twee keer van Roda gewonnen dit jaar. Wiever is terug. Dallinga is weer fit. Hoe zie je de kansen? Ja, je speelt met 7 ploegen voor 1 plek om promotie. Dus het is echt eigenlijk voelt het een beetje als een muntje opgooien. Ik bedoel, we hebben het in de competitie goed gedaan. We hebben wel laten zien dat we af en toe wisselvallig kunnen zijn. Maar we hebben ook laten zien dat we series neer kunnen zetten. En de vorm van het moment gaat gewoon bepalen wie uiteindelijk gaat promoveren. Ik bedoel, Graafschap ziet er niet uit de afgelopen weken. Maar die zitten erin en die doen toch gewoon weer vol mee. Dus je kan echt niks zinnigs over zeggen eigenlijk. Ik denk als wij goed zijn dat we een mooie kans hebben. Ja, en dan wachten misschien wel een bijzonder perspectief. Excelsior Sparta. Excelsior Sparta dan in de volgende ronde. Nou, daar hebben we geen goede herinnering aan, hè? Tenminste Sparta nee, niet. Nee, Sparta zeker niet. Nee. Nou, Sparta heeft ook geen goede herinnering aan Roda, kan ik me herinneren. Uit een wat verleden met Vlederes toen, weet je nog. Afijn. Ja. Maar dat zou wat worden, Sinclair. Ja, geweldig ook voor de regio. En dan, als dat de finale zou zijn, dan weten we in ieder geval dat er een ploeg op geweldig voor de regio, zeg je? Tuurlijk, Rotterdamse derby. Nee, joh, je wilt toch juist een Rotterdamse derby in de Eredivisie hebben? Dus het zou geweldig zijn als we alle drie maar dat is niet mogelijk als jullie daar ook allebei in die, want er is nog maar 1 ticket te vergeven. Nee, klopt. Als Sparta play-offs gaat spelen, dan... Nee, dat bedoel ik. En dan zou het leuk zijn als die wedstrijd op het programma staat. Kijk, het liefst hopen we dat Sparta zich inderdaad veilig speelt en Excelsior promoveert. Maar als ze dan toch eenmaal... Laat dan maar eventjes die wedstrijd dat... Ja, ik denk dat het voor jullie ook een leuke dag is. Het is nog niet zover. Laten we eerst maar hopen dat Sparta inderdaad gewoon 16e wordt en niet 17e of 18e. Jullie gaan in ieder geval de play-offs in. We gaan nog even terug naar Feyenoord, Ben. Gisteren was er wat bijzonders. Er was namelijk bezoek van een bijzondere supporter. Hij komt uit Argentinië. Morgen op TV Rijnmond in Rijnmond Sport hebben we een uitgebreide reportage met hem. Hij is enorm fanatiek, wilde al jaren naar de Kuip toe, kwam er nooit van. En gisteren bij Feyenoord PSV kon hij dan eindelijk zijn opwachting maken. Nou, dat hebben we geweten, want hij is in Rotterdam. El Bombastico. Goal! La bombilla, la bombilla, la bombilla! El Bombastico! What's this? Bombastica. Frikandel. Bombastico, hey! La Bombinha! Goal! Goal! De Feyenoord! Ahí está! Muy bien, muy bien! Thank you, camarade! Fantástico! Hey! No lo puedo creer, amigo, no lo puedo creer que estoy acá. Sí. Parezco un boludo, llorando siempre. Parezco un pelotudo. ¡Ah, loco! No lo puedo creer que estoy acá. ¡Mirá dónde estoy! ¡Mirá dónde estoy! Ja, Feyenoord liefde zit diep en komt overal. Hij is populairder dan Dessus. Is dat zo, ja? Ik heb wel eens die filmpje gezien van hem, maar hij gaat echt tekeer. Hij geeft commentaar ook, hè? Ja, hij is e-sportscommentator. Maar wat hij heeft, dat emotionele. Ja, ik
Kijk, toen die wedstrijd Marseille uit, had ik ook iets van iets emotioneels over mij. Omdat ik het zo geweldig vind. Maar dat komt dat je zo met die club verbonden bent. En hij heeft dat ook op zijn manier. Dus ik snap het wel. Misschien is het wel een beetje te overdreven. Maar ja, ik vind het wel geweldig. Ja. Nee, maar je merkt wel, Ben, dat die club leeft zo enorm weer als nooit tevoren. Ja. Hè? Waar merk jij het aan? Nou, gewoon al als je al... ik woon vlak bij de Kuip. Dan loop je al naar het stadion toe. En dan zit het terras zit al helemaal vol. Maar je merkt ook het sfeertje is gewoon hartstikke goed. Mensen zijn enthousiast, ze zijn blij. En dan merk je gewoon aan. En wat er dan gebeurt in het stadion. Er hoeft maar even wat te gebeuren. En ze staan gewoon helemaal achter de club. En ik vind het echt geweldig wat ze allemaal wat ze doen. Ja, mooi. Nou goed, morgen dus van El Bombastico. Dat is een bijnaam, hè. Hij is advocaat in het dagelijks leven. Dus een goede baan. Maar begin over Feyenoord. En hij wordt wild enthousiast, fanatiek en optimistisch. Dat is allemaal morgen in Rijnmond Sport. Ik moet nog van alles ook aankondigen. Want er is natuurlijk voetbal deze week. Hè? Woensdag in de Eredivisie de ene laatste ronde. Go Ahead tegen Feyenoord. En dus die ontzettend beladen, spannende wedstrijd op het kasteel. Tussen Sparta en PEC Zwolle. Daar gaan we woensdagavond natuurlijk allemaal verslag van doen. Zondagmiddag doen we ook natuurlijk verslag van de laatste wedstrijd. En we hebben een podcast over Sparta, over Feyenoord. En er is nu ook een weer zeer aan te raden podcast over 20 jaar geleden dat Feyenoord de UEFA Cup won. Dus ga dat allemaal luisteren via de online kanalen van Rijnmond. Benny Wijnsteker, wel bedankt. Ja. Ik zeg Benny, maar ja, het is gewoon Ben. Je bent iets ouder dan ik. Dus. Ja. Je mag het blijven zeggen. Het meneer Wijnsteker, hartelijk dank voor de komst. Tot de volgende keer. Ja, Ziklebisschop Thomas Verhaar. En wat betreft FC Rijnmond zijn we natuurlijk vrijdag weer. Graag tot dan en een goede week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bingel, Stichter Tuinmeubelen, Paul en Paul en Frans Metz de Bedderij. Na de uitzending van FC Rijnmond praten we op onze online kanaal altijd nog een paar minuutjes door met de analist van de dag. Thomas Verhaar is dat vandaag. Thomas, Sparta wacht een ongelooflijk belangrijke week. Ja, vandaag over een week weten we echt waar Sparta volgend seizoen speelt. Hoe moeilijk is het dan nu om plannen te maken, om beleid uit te stippelen als je gewoon nog niet weet als club waar je volgend jaar speelt? Nou, heel moeilijk denk ik. Je weet niet wat je kan bieden aan salarissen. Je weet niet welke spelers wel blijven. Want er zullen ongetwijfeld een aantal spelers zijn die op het moment dat ze degraderen niet meer bij Sparta zullen spelen volgend seizoen. Ik sprak Ron van den Berg, een van de scouts van Sparta, zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Groningen. Nou, Okoye is natuurlijk sowieso vertrokken, dat weten we wel. Meijers, zei hij, gaat ook weg. Vriend, weet jij misschien? Ja, volgens mij is nog niet bekend. Nog niet bekend. Maar verder, en je natuurlijk die huurlingen, die zie je waarschijnlijk ook niet meer terug. Nee. Dus eigenlijk weten we niet hoe Sparta eruit gaat zien komend seizoen. Nee, en waarschijnlijk zullen ze dan twee lijsten maken. Eentje voor in de keukenkampioendivisie en eentje voor in de eredivisie. En zullen er ook ongetwijfeld wat spelers zijn die zowel bruikbaar zullen zijn voor hun gevoel in de eredivisie en de keukenkampioendivisie. Maar die spelers zullen waarschijnlijk ook willen wachten als ze meerdere opties hebben om dat ze kunnen kiezen voor een eredivisieclub. Dus dat gaat pas denk ik na de zomervakantie allemaal echt vorm krijgen, die selectie. Ja, de selectie van nu, hè, met die nieuwelingen in de zomer en ook die handvol in de winterstop. Hoe kan het dan toch dat daar het meeste op de kams en verschuren, dat het meeste niet echt rendeert? Is dat dan pech of wat kan daar aan ten grondslag liggen? Ja, wat denk ik heel moeilijk is, en dat is eigenlijk een soort van valkuil waar Sparta al eerder in is gevallen. Want in het jaar dat we degradeerden, toen ik er zelf nog was, was het eigenlijk ook zo met Rick van Drongelen en Denzel Dumfries, die dreigden te vertrekken in de zomer. En voordat je dat geld hebt, kan je het niet uitgeven. Dus je moet eigenlijk wachten totdat die jongens vertrekken. En dan pas kan je echt versterkingen halen. En vaak gebeurt dat niet in de zomerstop, maar gebeurt dat gedurende de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Je wil die spelers gaan verkopen, want dat is ook waar je van leeft als club. En dan moet je in één keer, heb je best wel korte tijd om nog versterkingen te halen. En de meeste jongens die echt goed zijn, die zijn in de zomerstop al gehaald door de clubs die dat wel kunnen betalen. Ja. Dus dat is gewoon een hele lastige situatie die zich waarschijnlijk eens in zoveel tijd weer gaat voordoen. Dus je bent ook een beetje veroordeeld tot het snelle handelen van een technisch directeur. Ja, en die had het probleem met Haroui, dat Sparta rond was met Nottingham Forest voor een behoorlijk bedrag. Ja. Maar Haroui wilde liever naar Italië. Nee, en dat leverde Sparta veel minder op. Ja, maar je kan er ook niet zoveel aan doen als Sparta zijnde en als technisch directeur zijnde. En op een gegeven moment zijn de opties die je hebt gewoon veel minder. En dan moet je ook maar hopen dat de jongens die je in beeld hebt, dat die uiteindelijk voor Sparta kiezen. Dat is blijkbaar ook niet gebeurd in de zomer. Ja, weet je, dus dan de spits van Vitesse, Darvalou. Dat was
Het persbericht stond al klaar, ja, laat ik het zo zeggen. En Wouter Burger, dat verhaal kennen we natuurlijk ook. Ja. En uiteindelijk kiezen zij niet voor Sparta. En dan moet je naar je tweede, misschien derde. In sommige gevallen denk ik zelfs vierde keus gaan kijken. En omdat de tijd gewoon dringt, moet je daar toch dik voor gaan betalen. Dus dat is een situatie waar je liever niet in wil zitten. Maar waar je gewoon niet onderuit komt. Omdat Sparta niet het geld heeft om geld al uit te geven voordat het binnen is. En al met al de versterkingen die in de winter zijn gekomen. Ja. Daar kunnen we wel een plus achter zetten, toch? Ja, nou, dat is mooi, want normaal gesproken zie je dat winterversterking niet altijd direct zorgen voor beter voetbal. Maar ze hebben even moeten wennen, maar de Kamps en Verschuren zijn gewoon uitstekende spelers. Net zoals Namli. Ja. Dus dat hebben ze gewoon goed gedaan. Zeker. Nou, we zijn heel benieuwd. Denk je dat het eerste divisie wordt? Ik weet echt niet. Nee, echt, niks over te zeggen. Niks over te zeggen. Nee. Ja, mooi. We gaan het zien. Spannend in ieder geval. Oké, dankjewel. Ja. En succes bij VOC, maar dat was volgend seizoen. Ja. We zien je vast nog voor die tijd. Dit was FC Rijnmond. We zijn er dus vrijdag weer. Tot dan.